Distriktscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost laat de kapotte sluisdeur van Tulivo repareren. De sluiswachter rapporteerde de vorige week dat vandalisten de sluisdeur, die pas was vernieuwd, kapot hadden gemaakt. De schade is groot, zegt Hankers. Door haar technisch team in te zetten heeft ze de reparatiekosten minimaal gehouden. De sluis is belangrijk omdat bij vloed er water het land instroomt met het gevaar dat tuinbouwarealen blank kunnen komen te staan. De DC gaf tenslotte aan dat de politie deze kwestie nog in onderzoek heeft.